Deze video biedt een uitleg over voornaamwoorden en er wordt ingezoomd op de aanwijzende voornaamwoorden zoals ze behandeld worden in Minerva 1 en Minerva 2. Dus als je in de tweede klas zit of je bent nog bezig in boek Minerva 1, dan bevat deze video ook informatie die in dat boek nog niet behandeld wordt. Voornaamwoorden komen in soorten. Er zijn er 5. Ik geef voorbeelden in het Nederlands. Je hebt aanwijzende voornaamwoorden. In het Nederlands deze man, dit kind, die man, dat kind. In het Latijn zien die voornaamwoorden, aanwijzende voornaamwoorden er zo uit. In Minerva 1 heb je gehad is, ea, it. En hic, haec en hoc. En in Minerva 2, in les 14, komen daarbij ille. En iste. De rijtjes staan niet in deze presentatie, noem ik ook niet in deze video, maar je vindt ze in de betreffende hoofdstukken van Minerva. Soorten voornaamwoorden had ik het over. De eerste zijn dus de aanwijzende waar deze video met name over gaat. Voor de volledigheid noem ik ook de andere soorten. Je zijn persoonlijke voornaamwoorden, ik, jij, hij, zij, het, etc. Er zijn bezittelijke voornaamwoorden, mijn computer, jouw telefoon, onze klas, jullie school, etc. Er zijn betrekkelijke voornaamwoorden die in het Nederlands akelig lijken op de aanwijzende. Dus het is zaak om die goed uit elkaar te houden, maar daar gaat deze video niet over. En je hebt tenslotte vragende voornaamwoorden. Wie, wat, welke man, welke vrouw, etc. Voornaamwoorden de vorm. Net als naamwoorden geven voornaamwoorden in het Latijn 3 dingen aan, namelijk naamval, getal en geslacht. Dat betekent dat die dingen allemaal 30 vormen hebben. Bij naamval heb je 5 keuzes, bij getal 2, 5 maal 2 is 10 en dan in 3 geslachten is 30. Aanwijzende voornaamwoorden worden gelukkig in het Latijn wel allemaal in principe op dezelfde manier verbogen. In het mannelijk zoals groep 2, dus zoals servus. In het vrouwelijk zoals groep 1, dus zoals mensa. En in het onzijdig zoals groep 2, dus zoals donum. Maar, uit 2 uitzonderingen hebben ze allemaal. Namelijk, de genitivus enkelvoud heeft steeds de rare uitgang ius. En de dativus enkelvoud leent de uitgang uit groep 3. En die eindigt altijd op i. Dat geldt dus voor al die voornaamwoorden. En vervolgens hebben al die aanwijzende voornaamwoorden, of al die voornaamwoorden, die hebben wel een paar zaken die afwijken. In de rest van deze presentatie staan een aantal vragen die je daarop wijzen, die daarnaar vragen. Het is verstandig dat je die rijtjes eens goed aankijkt. En dat je vooral heel goed kijkt naar wat betekent die stam.